Welkom op vlog nummer 180. Ik ben Eddy en je bent nu aan het kijken naar Mechelen op zijn best. Ik denk dat dat nieuwe wordt in de volgende lockdown. Bij de stad hebben ze het fietswiel ook zien draaien. Drosselen! Goedemiddag, bonjour, welkom, good afternoon, buenas tardes. Beste vrienden, volgers, we zijn hier met een nieuwe vlog, vlog nummer 180. Wat we vandaag gaan doen, dat ga ik u zo duidelijk vertellen na de mededeling. Maar eerst wil ik u vragen om u te abonneren op dit kanaal. Voilà, hier zitten we dan aan de steiger van de toeristenbootjes van Mechelen en hier gaan we onze vlog nummer 180 voor vandaag starten. Waar ga ik u mee naartoe nemen? Ik ga proberen iemand van de horeca hier te pakken te krijgen om toch nog eens een woordje uitleg te geven over die versoepelingen in de horeca, hoe alles er momenteel aan toe gaat. Ik ga je dan ook nog meenemen aan twee knappe mannen die hier de bootjes in orde aan het brengen zijn, want zij starten aan hun nieuwe seizoen hier op de Deilen. En dan gaan we verder doorwandelen. We gaan een kijkje nemen natuurlijk langs de terrassen. Jawel, ik ga ook nog een beetje aandacht geven aan alles wat met fietsen te maken heeft in de stad. En dat zal het zo wat zijn. Dan gaan we rond zijn voor vandaag. En ik hoop dat je ervan gaat genieten. Vooraleer we verder gaan dus mensen, niet vergeten te abonneren. Onderaan op deze knop drukken, abonneren en daarna op het belletje. Zo blijf je mijn kanaal altijd volgen. En daar ben je hartelijk bedankt voor. Dus we zijn weg, we trappen het af door Mechelen. Dat we de mensen binnen de wettelijke regels, binnen de regels van de maatregelen, gelijk als moet, afstand houden, maskerken, ontsmettingscel, allee. We houden ons helemaal. Maar de mensen gaan toch comfortabel zitten. Drosselos! We bevinden ons nu in de jachthaven van Mechelen. Jullie mogen na zoveel maanden terug op het water met de boten, gelukkig? Ja, wij zijn op dit moment de gelukkigste mensen van heel de wereld. Vandaag, nu over 5 minuten, hebben wij de eerste vaart. Na heel lang wachten en na heel veel werk ook in het tussenseizoen. Want wij hebben onze bootjes picobello in orde gebracht voor het nieuwe seizoen te starten. En op het moment dat het seizoen startte, in de maand maart, kregen we dat slechte nieuws. Hè. Ja. Maar we zijn nu blij dat we terug mogen gaan varen. Zijn, hoe gaat het nu in zijn werk? Welke maatregelen hebben jullie getroffen eigenlijk? De maatregelen die eigenlijk in de horeca van toepassing zijn. Er is wel een verschil op open stadsbootjes, ook in Mechelen, dus niet alleen in Mechelen, maar ook in Gent en Brugge, mogen wij varen met een capaciteit van 60%. Maar dan is wel een mondmasker verplicht. Ja. Onze bootjes hebben een capaciteit van 50 mensen, 60% daarvan is 30. Mm-hmm. Maar de eerste weken zullen wij toch het aantal beperken tot 20. Ja. Om de mensen toch een heel veilig gevoel te geven. Ja. Heb je enig idee wanneer dit tot de volledige capaciteit kan uit of mag uitgebreid worden? Voorlopig niet, maar wij hopen dat in de loop van de zomermaanden we terug naar een grotere capaciteit kunnen gaan. Ja. Nu, de vaarten zelf, zijn die ook beperkt of is het de volledige aantal per dag? Volledige aantal. Wij starten nu in de maand juni tijdens de week wel met boottochten om het uur. Maar in de weekends houden wij onze capaciteit, dat wil zeggen elk half uur is er een boottocht. Tussen 1:30 en 6:00. En dan vanaf de maand juli starten wij met 2 bootjes, dus ook elke keer op het 1:30. Ja, zowel week als weekend. Zowel week als weekend. Ja. Wat wij verwachten, hopelijk dat er veel Mechelaars en mensen uit de streek, Vlamingen, Belgen,
Ja. Dat het binnenlands toerisme, dat we daar een garantie van kunnen meepikken. Nu, reserveren, is dat verplicht of aan te raden? Reserveren is niet verplicht, maar op onze website kan je dat online reserveren. Mm-hmm. En door het feit dat er 20 plaatsen ter beschikking zijn, is het altijd wel raadzaam om eventueel op voorhand te reserveren. Ja. Dan ben je zeker van je plaats. Oké, ik zou zeggen bedankt en succes. Hè. Het seizoen zal niet meer goed kunnen gemaakt worden, maar ja, we kunnen het beste van maken. Wij zijn positieve mensen en we zijn vandaag heel blij dat we kunnen starten. En we hopen op een hele warme zomer. Oké, bedankt. Dankjewel. Erik, vertel eens jongen, wat vind je ervan? We zijn content dat we terug eens kunnen varen. Hè? Ja. We zijn hier met de drie mannen van het Mechels dialect voor de plezante rondvaart. Hè. Dat had allemaal wat gemist. Hè. Het is dat mij dat klap in het schoen Mechels. Hè. Ah. Maar het zal goed zijn als het loskomt, maar wat minder mensen. Hè. Een beetje de regels toepassen. Ja. Maar we spreken nog altijd over gewoon Mechels. Hè. Dat hebben we niet afgeleerd in de corona. Hè. Zeg maar, dat zit in ons bloed, hè. Als ik nadenk, je zegt de gidsen op de boot, maar mijn mondmasker. Ja. Mensen zien toch de articulatie niet. Maar dan hebben we allemaal een golvende stem. Hè. Hoort ons nog goed uit, dat masker daar. Hè. Ik wil hem dat ik en we hebben nog een paar dingen zien. Als een marseille, hè, pas op. Een paar leuren. Ja. We kunnen daar klappen. Maar het helft van de taart is die kapot en dan moeten we ropen. En wanneer denk je dat je terug kunt beginnen met... Als ze ons vragen, hè. U vraagt, wij draaien. Hè. Nou, zeg maar, zijn er veel mensen dat Mechels verstunnen als je dan met toeristen bezig bent? Ja, natuurlijk zijn er veel, want Mechels dat is een cultuurtaal. Het Antwerps, dat is het dialect, maar Mechels dat is een cultuurtaal. Hè. Wat bedoel je aan mij, zegt dat iets? Mechels dat verstaan ze in de hele wereld. Serieus? Ja. Ook in Amerika? Ja, ja, ga maar eens naar Jaken en vraag dat hij het Mechels verstaan dat beter is dat er een Duitsland naar de komt. Zeg je er zo een paar anekdotes van het een of het ander dat met een boot te maken heeft? Ja, we zijn al even gaan verdronken in de regen, kinderen. Dan is een stuk vlees tussen de schroef. Dat we moeten stoppen hebben. Hè. Dat met een boot blijft altijd eten. Je hebt altijd een ander publiek. Hè. We zullen dat even doen, Erik. Ja. Ja, lachen. Zo, nou, je ziet dat niet. Allee, onze dood staat er ook op. Allee, voilà. Je zegt ja. Bedankt. Ik zou zeggen, ik heb dat geld er. Ja, we gaan er een plezier aan blijven. Ik een paar gidsen bij mij zitten van Mechelen. Dus. Ja, we zitten hier met triumvirat. Hè. Voilà. Ja, de Walterman kijkt er. Die Mechelse wandelingen. Hè. Dat is de Erik, de Ferre, Walter Smits en ik. En waar we dat samen zo een beetje iets museum, wat kunnen we in insteken. Ja. En dat, ik moet zeggen, dat is wel iets plezant vind te doen. Zijn er de vier enige die dat in het Mechels doen? Voorlopig denk ik wel. Ja. Ik denk niet dat er misschien ooit eens een andere kandidaat kan komen die dat ook kan, hè, dat is het niet, maar normaal gezien, Dat toch te juist te zeggen, zijn er nog jonge mensen die het aanleren? Mechels? Ja, ik denk dat dat minder is, maar ja, dat zijn er toch nog wel. Hè. Maar je moet wel opletten, hè. Ik ben ook eens naar het echt Mechels theater gaan zien. En dat was er maar één baas of één baas zelf die Mechels kon. En de rest niet. Ja, dan denk ik in mijn nagen, ja, waar zijn we nou mee bezig? Hè. Maar het is niet aan iedereen te geven. En het dialect sterft uit, hè. Dat is. Maar daar liggen we niet van wakker, hè. Het Mechels dialect, dat ze bijvoorbeeld ook niet meer aandacht in de scholen moeten aan besteden? Ik zou dat niet te veel doen. Ik ben een heel laagdadige, hè. Ik doe dialect, maar ik ben niet van dialect. Ik vind dat je een algemeen taal moet spreken, dat de mensen allemaal verstaan. En dan heb je dialect niet, alhoewel, we hebben, dat is mijn mening, een nieuw dialect en dat is het verkabelingsvlaams. Dat dus een aanfluiting is van het Nederlands, ik gooi veel dingen niet allemaal. Hè. En dus, dat is het nieuw dialect, of gaat het nieuw dialect worden. Ja, dus dat echt Mechels. Ja, binnen een generatie verder is dat grotendeels opgestorven. Dat was hem dan, de eerste rondvaart van het Mechelse bootje hier op de Deilen na twee maanden stilgelegen te hebben. Het was plezant en het zal weer leuk worden voor de toeristen ook natuurlijk om terug te kunnen varen op onze mooie Deilen.
van hier aan de Haverwerf bij Nick. En Nick, jij bent uitbater van Lamoy hier aan de Haverwerf. Ja. Zeg, vertel eens, de terrassen terug open. Content zeker? Ja, voor het terras heb je mooi weer nodig en zeker in deze tijden. En dat zit eraan te komen, dus wij zijn wel tevreden. Hè? Ja. De horeca ziet er wel helemaal anders uit, in de zin van, ja, vroeger waren het allemaal mooie boekjes dat je mocht afgeven. En pas op, de borden zien er nog altijd even goed uit, maar de materialen die we gebruiken, hè, om de mensen te kunnen bedienen, zien er allemaal wat peper en zout. Dat is nu van die kleine zakjes, zoals dat je op vliegtuig krijgt. Ja, er wordt ook met gelachen, dus de mensen pakken het eigenlijk allemaal heel goed op. Maar we willen veiligheid, en dat doen we dan ook. We hebben de juiste materialen voor. We hebben hier die ramen, hè. We hebben onze verschillende rijen van het terras. Elke tafel heeft zijn afscherming en het is zomaar geen plexi, het is echt wel volledig in het glas en dat hebben we ook aan de andere kant. Dus ik denk dat dat heel erg wordt geapprecieerd. En we zijn ook bezig met een speciale primeur, hè, die eraan komt. Nu, daar kan ik nog niks over zeggen, maar laat ons zeggen dat het gaat over dineren in de hoogte. En dat kan ik u zeggen, wel zeer hoog. Mensen gaan misschien al wel kunnen gissen waar het is. Ik kan me ook al een beetje voorstellen, man. Ik kan wel het congrescentrum, maar goed, ik kan daar nog niet veel over zeggen, omdat de veiligheidsafspraken nog gemaakt moeten worden. Maar dat is nu de nieuwe ambitie, om iets te doen dat nog niet is gebeurd, een primeur. Hè. Dus ondanks de moeilijke omstandigheden, toch nog goede toekomstplannen? Ja, en nadenken. Over elke euro, het is te zeggen, over elke klant die je kan binnentrekken. Hè. Want het is wel hoogst nodig. En de zomer, dat lukt allemaal, maar hoe gaat het najaar eruit zien? Dus hoe meer dat we opbouwen, hoe meer dat eigenlijk hetgeen dat ons nog te wachten staat, aankunnen. Hè? Want er komt misschien een lockdown, dat willen we niet. En, of mensen willen niet meer op restaurant. Dan zijn er toch manieren om te laten zien op foto's. Of er zijn nog ideeën dat ik allemaal mee bezig ben. Om toch te zeggen, nou, bij ons, wij gaan voor de 100% garantie corona-vrij. We spreken natuurlijk, het jaar kunnen we niet meer goed maken. Hè? Dus... Ja, kunnen we niet meer goed maken, maar... Dat zouden zeggen, ik vind dat erg, maar je moet daar niet te veel, niet te zwaar aan tillen, want elk bedrijf, het is niet een restaurant dat niet goed zijn werk doet, het gaat over heel de horeca. Ja. En de bussen zijn half vol en er zijn bijna geen files niet meer en de winkels zijn leeg, hè, want de winkels zijn wel terug open, maar iedereen zit met een put en die put wordt alleen maar groter. En dat dat ook voor onze zaak zo is, dan is dat zomaar. Ja. Maar ik weet dat dat overal is. Natuurlijk. Dus, ça va. Ik ben niet, we moeten solidair zijn en dat vormt ook een goede, een mooie cohesie. Dat iedereen die samenhorigheid en dat we niet depressief rondlopen, maar dat we er iets van maken. Hè, zie je? En dat mensen zeggen, hier zit het comfortabel. Maar moet je nou werken met reservaties nu, Nick? Of, hoe gaat ja, dat is wel verplicht. Maar passanten kunnen we aannemen, maar die kunnen digitaal al hun informatie even snel op e-mail zetten. Mm-hmm. Ze kunnen ook een menukaart bekijken op de smartphone. Ze hoeven niet onze menukaart vast te nemen. We hebben een grote sproeier om een tafel en stoelen in één beweging te kunnen deselecteren. Dus het is allemaal soms een streling van het oog. Ik hoop dat het helpt naar de besmettingen toe. Veel is gewoon ook te laten zien dat we ermee bezig zijn. Ja. Ik denk dat het helpt, maar soms stel ik me... We moeten mondkapjes, dat is spijtig in de horeca. Het schijnt dat dat niet echt nodig is. Contact is er niet natuurlijk met de... maar sommige klanten voelen zich er veiliger bij. En dat is ook weer een manier om te laten zien van... Wij staan er wel voor open voor optimaliseren van veiligheid en, en gezondheid. En de economie komt op de tweede plaats. Ik heb al wel gemerkt dat er toch wel horecazaken zijn die de menukaart ergens aangepast hebben. Is dat hier ook het geval? In een lichte vorm. Maar dat heeft ook weer iets heel goed meegebracht. We hebben meer tijd, omdat we minder verschillende gerechten hebben. We hebben meer tijd om de fijnheid te werken. Dat wil zeggen, niet meer die bistronet, maar meer restaurant. Hè, zie je? We geen ster krijgen of zo. Maar ik heb hier al wel wat gerechten zien passeren. Ik zeg van, er komt toch iets beter uit. Ik moet zeggen, je hebt een tijd voor de corona, een tijd na de corona. Ja, natuurlijk. En iedereen komt er anders uit. Sommige mensen gaan beter om met klimaat als voordien. En wij gaan beter om met kwaliteit. Hè. Fijner gericht, een mooie presentatie. En soms denk je van, minder gerechten op een kaart, maar ja, het effect, de presentatie komt er wel beter door. Hè? Ja. Nu, ik wil dat niet negatief klinken, maar stel dat er een tweede lockdown komt, is dat nog op te vangen in de horeca? Nee, dat is niet op te vangen. Er zal geen tweede lockdown komen, naar mijn gevoel, omdat dat gewoon niet mee gaat. Dat land stond hier al op zijn kop, op verschillende departementen. Nu,
voor veel zaken zal dat sluiten zijn. Maar soms moet je beter sluiten als, ja, als je geen klanten hebt en je personeel moet betaald worden. Dan is het misschien beter van te sluiten. Mm-hmm. Misschien is het dan interessant van enkel in het weekend open te doen. Dat je die klanten die in de week komen, dat die in het weekend alleen komen. En die dag dat je sluit, misschien is er nog wat steun hier en daar. Of Stad Mechelen doet iets of zo, ik weet het niet. Maar als je dan de kosten kunt drukken in personeel omdat je wat meer sluit en je gaat ook op het moment dat je meer volk aantrekt, denk dat dat nieuwe wordt in de volgende lockdown, maar de lockdown enkel voor de zieken zeggen ze, en als er dan toch nog mensen op restaurant gaan, dat dat dan op een andere manier gaat zijn, op een kortere tijd en zien dat iedereen die afstand bewaart. Ja. Oké, ik wens jullie succes, Nick, en de Neureka in Mechelen die komt er zeker op. Jullie staan sterk samen, hè? Dat is waar, hè? Dat klopt, ja. Samen tegen corona, hè. Vroeger maakten we ruzie en nu zijn we allemaal vrienden, hè. Voilà. Mijn buren. Ik had die nog nooit gezien en nu zaten we elke avond op het plein te zingen. Dat vindt. Ik heb toch nog zo'n goede kant gehad. Zeker, met een goede dag. Iedereen heeft tijd. Het is een schone tijd en het was 3 maanden vakantie, dus waarom niet? Voilà. Oké, bedankt. Succes, hè. Ja, bedankt. Ja. Ik sta hier aan de Lamotbrug, dat is de brug die de vismarkt verbindt met de haverwerf. Nu, je ziet het hier achter mij, fietsers mogen er niet overrijden, dat is een verbod. Maar wat ik helemaal niet aan uit kan, dat is dat fietsers ook niet met de fiets aan de hand over deze brug mogen stappen van de ene kant van de Deilen naar de andere. En dat is toch wel raar en daar zijn vandaag toch al heel wat discussies over geweest. Heb ik vandaag zelf al met eigen ogen kunnen vaststellen. Ik heb de haverwerf en de vismarkt verlaten. Overal heel veel volk op de terrasjes en dat is wel heel plezant om te zien. Ik ben nu aangekomen hier op de Grote Markt en daar is het net hetzelfde. Dus heel wat mensen die genieten van het toch wel nog mooie weer. Alhoewel ze regen gegeven hadden, blijft het nog redelijk goed over. Dus de terrasjes, de meter en half afstand, dus duidelijk, wordt duidelijk overal gerespecteerd. En de mensen genieten ervan en meer moeten we niet hebben. Hè. Aan het stadsbestuur in Mechelen hebben ze het fietswiel al horen draaien. En hebben ze gezegd, het wordt heel druk in Mechelen met de fietsen. Het wordt heel populair, dus we gaan er iets aan moeten doen. Nu, men heeft het allemaal in kaart gebracht in de stad Mechelen. En men is tot de bevinding gekomen als dat er in Mechelen, dan moet ik het even lezen op mijn smartphone, 5426 fietsen rondrijden. En dat er maar slechts 3381 fietsstallingen zijn. Dus zegt men bij de stad, oké, we gaan daar iets aan doen en we gaan zorgen dat er tegen 2024 5000 fietsstallingen bijkomen. En dan spreken we toch al over een serieuze investering die moet opbrengen. Natuurlijk, uiteraard zal daartegen het gebruik van de fiets nog toenemen, want ook elektrische fietsen en bakfietsen, die doen hun intrede en dan gaan ze allemaal rekening moeten houden. Maar het kan er alleen maar op verbeteren voor ons als Mechelse fietsers en ook mensen die van buiten Mechelen komen, uiteraard. Zal het een hele verbetering zijn. Ook niet vergeten, als je in Mechelen komt, natuurlijk de autoluwe zone en de fietsstraten in het hele centrum, dat de auto's u niet mogen voorbijsteken. Dat is een gouden regel waar iedereen moet aan denken die met de wagen rijdt.
Dat Mechelen de fietsstad van Vlaanderen wil worden, dat willen ze ook nog eens bewijzen door de evenementen. Want Mechelen is een feeststad, een evenementenstad. En ze gaan ook de organisatoren van de grote evenementen verplichten om fietsstallingen te voorzien. En dat zal ook al een grote bijdrage zijn, want heel veel mensen komen ook niet met het openbaar vervoer naar de stad bij een evenement, maar gebruiken ook de fiets hiervoor. Dus weer al een goed pluspunt voor de stad. Ziezo, we gaan hier dit vlog besluiten aan de voet van het postgebouw. Ik hoop dat het een beetje interessant was en vond je het interessant deze reportage, dan zou ik toch willen vragen u te abonneren op mijn kanaal Mechelen op zijn best. Zo alleen kan het groeien en kunnen heel wat andere mensen meegenieten van deze video's. Dus abonneren, onderaan op de rode knop drukken en duimpje omhoog en dan komen we samen wel. Bedankt om te kijken en tot de volgende maal.